welkom. We hebben gekozen voor een gesloten setting, omdat dit een onderwerp is wat met name bij tienermoeders vrij moeilijk bespreken. Goedemorgen. Namens bestuur en de medewerkers van de Stichting Nieuw Begin wil ik jullie verwelkomen. Deze studieochtend vanochtend. Een nieuw begin staat voor een projectmatige, modulair, faciliterende aanpak voor de problematiek van Antilliaanse en Surinaamse jongeren met een zwaar problematisch en delinquent gedrag. Wij bewegen. ENB is een organisatie die ook in Brabant in zijn geheel beweegt. Op verzoek van Gila Chantal van PvdA organiseren wij vanochtend de studieochtend met betrekking tot de tienermoeders in Tilburg. Nou, welkom nogmaals. Nou, dit is voor ons een eer om aan te kunnen tonen hoe wat in Tilburg gedaan wordt met betrekking tot dit thema. Als u rondkijkt, hebben we een aantal medewerkers die met een bike rondlopen. Dit is niet omdat wij willen propaganderen dat het goed is, of illustreren dat het tienermoederschap goed is, maar om aan te kunnen geven dat het dragen van een baby niet altijd makkelijk is. Er komen heel veel dingen om de hoek kijken. En we hebben zelf momenteel in onze caseload geen directe verbinding met de tienermoeders op zich. Maar we maken wel ons zorgen, omdat binnen onze doelgroep wij tieners jongens hebben die op het seksueel gebied best wel actief bezig zijn. Bij sommigen van hen hebben hun activiteiten tot tienervaderschap geleid, waardoor zij vandaag vader zijn. Bij anderen maken wij ook ons zorgen dat zij zozeer nabije toekomst vader zouden kunnen worden, middels hun seksuele gedragingen en activiteiten. Ook hebben we te maken met het gegeven dat er een aantal tienermoeders zijn die ons hebben benaderd omdat ze binnen en bij de bestaande instanties geen aansluiting vinden met hun problematieken. Het is ook een vraagstuk. Ze hebben het gevoel dat ze weinig tot niet begrepen worden. Wat wij vanochtend willen bereiken is het ervoor zorgen dat de overheidsinstanties meer inzicht krijgen in wat het leven van Antilliaanse of tienermoeders werkelijk in Nederland of in Tilburg inhoudt. Als Antillianen, dus ik praat nu over een specifieke doelgroep, als Antilliaanse tienermoeder loopt ze tegen een hoop knelpunten en keuzes aan. Hoe wordt het in de praktijk vormgegeven? Dat willen wij ook, daarom hebben we Thebe en ook de hoofden benaderd en ook Direction om duidelijk te kunnen illustreren en dit gedeelte ook aan Chantal mee te geven. Hoe reageren, hoe gaan instellingen die vanuit hun eigen culturele belevenis zich zorgen maken om deze doelgroep? En welke keuze maken zij in werk en werkwijze met betrekking tot de tienermoeders? Wij willen door middel van deze studieochtend een kader scheppen waarbinnen informatie uitwisseling kan worden over de mogelijkheden die er in Tilburg zijn en de dilemma's waar men tegenaan loopt. Maar ook het mogelijkheid scheppen waar de tienermoeders een realistisch beeld kunnen geven waar zij daadwerkelijk zelf tegenaan lopen. De vraagstukken die we hebben vanuit ENB. Tijdens deze studiedag zullen we een aantal instanties aan het woord laten om de informatie te verstrekken over hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar we zullen voornamelijk in gesprek zijn tijdens de tienermoeders zelf. Tijdens deze gesprekken zouden wij graag zien hoe het in de praktijk gedaan wordt. Dus voor mij gaat het meer om, wij zijn van overtuigd dat heel veel organisaties die ook met deze thema die ook bezig zijn, dus daar zijn wij van overtuigd. En wat ik wil ook aangeven, het wordt ook goed gedaan, dus dat wil ik ook benadrukken. Maar vanuit het optiek vanuit het bril van de tienermoeders, hoe wordt het voor hun geregeld? Hoe wordt het voor hun, hoe krijgen ze gedaan? Wordt dat zodanig, net zoals het
gezegd wordt, of hebben ze dan toch nuancering mee? Dus dat zijn die specifieke vragen die wij wil meegeven deze ochtend. Goedemorgen allemaal, ik ben Chantal Bejaar. Ik zit in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Mijn woordvoerderschap betreft ontwikkelingssamenwerking en medisch-ethische kwesties. En dan denkt u misschien gelijk, wat heeft het met tienermoeders te maken? Niet zoveel of misschien juist heel veel. En ik zal het toelichten wat mijn motivatie is om in gesprek te willen met tienermoeders en degene die elke dag weer hun best doen om te zorgen dat tienermoeders een zo goed mogelijk start of doorstart krijgen. Wat betreft ontwikkelingssamenwerking is mijn speerpunt veilig moederschap. Dus het garanderen dat vrouwen wereldwijd zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel kinderen zij willen en met wie. Dat is in Nederland goed geregeld. We gaan straks horen of dat ook voor tienermoeders zo is. Maar internationaal natuurlijk niet. Hè. De begeleiding tijdens de zwangerschap, daar schort het aan. Na de bevalling bloeden heel veel vrouwen dood. 1 per minuut. Dat is schokkend. En dat vind ik ook en daarvoor wil ik daar wat aan doen. Dat is mijn speerpunt in mijn portefeuille. Naast alle andere zaken. Want natuurlijk vergeet je de rest niet, maar als er één zaak is waar ik vind dat iemand zich in ieder geval voor moet hard maken en zorgen dat de rest meegaat, dan is het dus zorgen dat vrouwen veilig kunnen bevallen en een veilige zwangerschap hebben. Een groot deel van de sterfgevallen onder vrouwen vindt plaats onder tienermoeders. Jonge moeders, jonge meisjes die vroeg worden uitgehuwelijkd, die vaak misbruikt zijn en daardoor ongewenst zwanger zijn. Onveilige abortussen is onderdeel daarvan. Kortom, de reproductieve rechten en gezondheid in de wereld is nog lang niet wat het wezen is, nog lang niet op het niveau wat het in Nederland is. Qua medische ethiek gaat het natuurlijk om abortus ook, maar we weten als je jong moeder bent, dan heb je juist niet gekozen voor een abortus. Maar als we kijken naar het coalitieakkoord, staat daarin dat we de wetgeving op het gebied van abortus handhaven, dat we wel gaan kijken hoe kunnen vrouwen nou een nog betere, zorgvuldige afweging maken, hoe kunnen zij nou beter worden geholpen in het maken van een goede keuze, waar zij daarna ook vrede mee hebben. Het zij het kindje houden, het zij het kindje, of het kindje, de vrucht eigenlijk, het is nog geen kindje, weg laten halen, het zij kiezen voor een adoptie zelfs. Dat is vooral het standpunt van de coalitiepartner ChristenUnie. De Partij van de Arbeid zit daar wat anders in. Maar wij vinden wel dat vrouwen in ieder geval zelf de keuze moeten hebben wat zij kiezen. Dus in die zin is er een coalitieakkoord die juist inzet om die besluitvorming rond dat voor sommigen toch heel moeilijk thema zo goed mogelijk te maken. Dat gaat gepaard met iets waar ook de Partij van de Arbeid zich al heel lang voor heeft ingezet. En dat is een goede opvang en zorg voor jonge moeders en ook jonge vaders. We zien het aantal tienerzwangerschappen, laten we zeggen het aantal nieuwe tienermoeders afnemen in de loop van de jaren. Ik had net een gesprekje en die mevrouw zei van ja, maar dat neemt weer toe. Nou, of dat toeneemt, dat weten we niet. We moeten even op de nieuwe cijfers wachten. In ieder geval, sinds vorig jaar was er een afnemende trend te zien. Maar dat betekent niet dat daarmee de problemen ook veel minder worden. Hè. Misschien worden die problemen eigenlijk alleen maar ernstiger. In Rotterdam was er laatst of onlangs een artikel van een aantal medewerkers die werken met jonge moeders. En die zeiden van ja, het wordt eigenlijk alleen maar ernstiger. Ik doe deze tour nog niet zo lang, dus ik kan niet vanuit het verleden bepalen of het ernstiger wordt of niet. Maar de gevallen die ik tegenkom, vind ik heel ernstig. Aan de andere kant kom ik ook jonge moeders tegen die... het is gebeurd, ze zijn zwanger. En die nu met alle inzet gewoon willen zorgen dat hun leven op de rails komt. Hè? Dat ze voor een kindje kunnen zorgen, met of zonder partner. Dat ze een opleiding kunnen afmaken. En dan denk ik van ja, die meiden die moeten we juist ondersteunen. Dat zij dat ook waar kunnen maken. Dat ze ook goed voor een kindje kunnen zorgen. En voor zichzelf. Dus vandaar dat ik bij medische ethiek zeg, ja, het heeft ermee te maken en ook weer niet. Maar aan de andere kant, als we nou een iets verre perspectief, een iets verre horizon schetsen, die jonge meiden worden groot, hè, die worden ook volwassen, die nemen ook deel aan het hele maatschappelijke leven. Er zijn wel degelijk medische ethische thema's waarvan ik wil ook dat die jonge meiden daarin gehoord worden. Dat zij ook mee participeren in de toekomst van Nederland. Dus ook dat hun stem gehoord wordt. En ik wil ook die band hebben met ze. Dat als ik daar in de Tweede Kamer voor iets sta te pleiten, dat ik ook weet, oké, wat is het standpunt, wat is het perspectief van de jonge moeders?